Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Met wolken, stapelwolken boven het westen en noorden van het land en daaruit valt ook een enkele bui. In het binnenland is het nu zonnig, maar ook daar gaan een paar stapelwolken ontstaan en die buienkans breidt zich ook geleidelijk aan uit. Bij de buienkans op een klap onweer: temperatuur vanochtend 11 tot 12 graden, vanmiddag nog iets oplopend, dan is het in de kuststrook een graad of 12 en in het binnenland maximaal 15 graden. Maar die buien houden we ook, net als hier en daar wat zon tussendoor. Een stevige wind uit het zuidwesten, matig tot krachtig, 4 tot 6 boven. Vanavond verandert er niet veel, maar de stapelwolken lossen langzaam weer wat op. Lokaal nog wel een bui, maar er zijn ook weer meer opklaringen en de temperatuur gaat alweer wat dalen. Dan gaan we naar morgen en dat is eigenlijk een beetje een vergelijkbare dag met vandaag, hoewel de wind minder krachtig is. Nog steeds kans op een bui. Misschien lokaal onweer, maar ook zeker felle opklaringen tussendoor met zonneschijn. En die zon wint verder terrein want donderdag is het op veel plaatsen droog. Landinwaarts een kleine kans op een bui, en de kust er ook de meeste zon. En vrijdag is het overal droog en lopen de temperaturen op naar 18 graden, misschien zelfs iets meer in het binnenland. Zaterdag is er dan wel weer kans op een bui en gaat de temperatuur weer wat terug. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.